Goedemorgen, Roderick Agaren. Ja, dat zijn wij. Het is vandaag woensdag 10 januari 2024. Het is nu bijna 10:30. Ja, ik sta op het punt om even de deur uit te gaan, want ik moest even wat regelen. Daar kan ik jullie niet mee meenemen, maar ik neem jullie wel mee. Maar dan zien jullie mij weer wat later. Dus ik moet even dingen regelen waar ik de camera niet bij me kan hebben. Oké, maakt helemaal niet uit. Wij maken er wel weer een leuke dag van. Dus wij wensen jullie gewoon weer heel veel kijkplezier. Plezier, een gelukkig nieuwe vlog. Ja, zijn we dan weer in Rome? Ergens nu daar. En toen ga ik ook hier langs achter mij. Ach, nou ja, naast mij. Aan de andere kant. Maar Rode vindt het leuk om vandaag een beetje te treuzelen. En daar kan ik niet zo heel goed tegen vandaag. Dus ik heb een kortlontje. Ja. Maar dat heet niet. Kortlontjes hebben. Hé, hey, wat hebben ze hier allemaal? Allemaal lekkers volgens mij. 6 euro. Ja, maar dat heb ik ook. Ik ga geen 6 euro betalen. Wat hebben ze allemaal voor lekkers? Heel weinig lekkers. Heel weinig. Ik ga geen 6 euro betalen voor dit. Dat is een groene olijvenlamsteek. Ik ga dit er echt niet voor betalen, voor die 6 euro. Ja, moet je kijken. Hier ook voor een eentje voor 6 euro. Ja, wel 60. 2,50. Ja, ja. Mexicaans stijl. Nou, ik weet het niet hoor, maar nacho. Krompoessen. Ja, nou dat denk ik niet, denk. En deze zijn ook 6 euro. Ja, nou dat bedoel ik. Dat denk ik niet, denk. Gaan we lekker niet doen. Ja, gaan we niet doen, nee. Maar ze worden wel steeds duurder. Dat sowieso. Ze worden wel steeds duurder. Jammer Jumbo. Wordt heel erg duur op dit moment zo. Kijk, ook 6 euro. Maar god, waar hebben we het over? Frans, kom terug! Hè? Of niet dan, schat? Frans moet terugkomen, of niet? Ja, daar moet hij. Waarom? Sowieso. Hallo, hier. Ja, waarom? Ja, Frans. Ja. Waarom? Ja, sowieso. Leuk. Toch wel, hè? Ja, maar hij liet zich ook altijd gewoon zien in de winkel. Ja, dat ik zie de anderen niet, hoor. Zo vaak lopen in de winkel. Echt niet. Ja, heel sociaal. Frans, ja. Die was zeker socialer. Frans, ja, die mag van mij wel weer terugkomen. En de oude garde, ja. Er zijn ook wel een hele hoop nieuwe medewerkers die ook heel vriendelijk zijn. Maar dat kan niet tegenover op Frans, nee. Zeker niet. Ik denk dat iemand direct aan tippen. Nee, nee, dat zeker niet. Dat ik denk. Ja? Vind jij dit ook lekker? Ik niet. Sorry, ik zag wat. Ja, moest ik even aan Ro laten zien. Ja. Hi meis. Verzorgservice. Oh. Wil je hem bezorgen? Momenteel meis. Dus, ach ja, we gaan het zien. Is dat vriendelijk? Die thuis op zijn eigen schaal dragen. Ja, ja. We lopen nu in de Aldi. Ja, leuk. Roomboter spritsen. Ja, dat is hartstikke fijn. Wel leuk. Ja, nou ja. Maakt niet uit. En ik moet even melk hebben. Ja. Ik wil wat vandaag wat gaan maken. En ik moet ook spekjes hebben eigenlijk. Maakt niet uit. Ik haal het hier wel. Maakt niet zo heel veel uit. Spekjes. Even kijken. Spekjes, spekjes, spekjes. En ik moet er ook worst hebben. Ja. Maar spekreepjes, hebben we ook andere spekreepjes? Nee, zeker niet. Nou, haal ik hier wel. Zo, hij is al heel erg duur hoor. Drie nog wat. Jeetje, mina. Ik moet ook melk hebben. Maar dan moet ik even weer bij en bij de Hoogvliet wezen voor spekkies. Daar zijn ze even 2 euro nog wat volgens mij. Ik weet het niet. Melk. Melk is goed voor? Elk, ja. Ik moet even melk hebben. Ja. Maar waar hebben ze melk ook weer gewoon?
Melk is goed voor. Melk. Oh, hier, ja. Of normale melk hebben, zeg maar. Eens even kijken. En hier hebben ze geen lactosevrije melk. Dat, oh wel. Hé, hey, dat is handig. Dat hebben ze nu tegenwoordig ook. Hé, hey, schat. Mop. Hebben ze ook hier tegenwoordig. Lactosevrije melk. De Aldi, hoe dan? Ik heb nog nooit gehad hoor, van de Aldi. Maar maakt niet uit. Geef niet. Kijk eens. Even daar even doen. Het is dan wel €1,19, maar... Ja. Ja, €1,19, ja. €1,19, en dan gaat er weer zeuren over de prijs. €1,19, ja. Wat is? Het geheugen. Wat? Het geheugen. Want? Het staat erop. Oh. €15, dat vind ik nogal duur. Sorry dat ik het zeg, maar... Weet je wat, ik ga het gewoon pakken. Ik ga niet nu nog zo meteen nog even naar de Hoogvliet. Dag. Ik ga het gewoon halen. Klaar. Punt. Dus dat. Alleen moet ik even wachten. Dus dat. Daar lig ik dan. In bed. Heerlijk. Maar dat betekent dus wel dat ik deze vlog ga afsluiten. Dus vond jij dit dan weer een leuke vlog? Ik zou zeggen, abonneer even hier beneden. Doe het belletje even aan. Duimpje even omhoog. En laat gelijk tevens een leuke reactie achter. En dan ga ik zeggen, dank jullie wel voor het kijken.